Om huiselijk geweld effectiever aan te pakken heeft Women's Rights Center Suriname, WRCS, vandaag een congres georganiseerd in samenwerking met Canada Fund for Local Initiatives en het ministerie van Justitie en Politie. Aan dit congres ging een onderzoek vooraf, waarbij de focus werd gelegd op het evalueren van de wet huiselijk geweld. WRCS-voorzitter Kala Bakboord zegt dat na evaluatie van de wet huiselijk geweld is gebleken dat er veel beter beleid kan worden gemaakt. Het is de bedoeling om met de nodige actoren te werken aan het ontwerpen van een betere aanpakstrategie. Het is volgens Bakboord zaak dat elk individu zich ervan bewust is om deze problematiek een halt toe te roepen. In een assessment wat ik net gedaan heb voor de UNFPA, zie je dat er in die hele structuur nog een heleboel dingen niet goed gaan. Nou, een van de dingen die misgaan is dat mensen onvoldoende huiselijk geweld hoog op de agenda hebben staan. En soms ook niet bewust zijn van de effecten daarvan in die samenleving. Dus een van de structurele oplossingen zijn dat je eerst al die mensen die besluiten nemen, die beslissingen doen, dat die bewust worden gemaakt. Dat er een budget komt, dat er geld wordt vrijgemaakt voor huiselijk geweld. Dat er in dat beleid eigenlijk, dus als je zegt, huiselijk geweld tegen te gaan, dat het een integraal beleid is van al die ministeries. Toch? En niet alleen maar één ministerie, zoals justitie en politie, die best wel veel doet, maar nog niet genoeg kan doen. Ook omdat ze zeggen dat er weinig financiële middelen zijn, weinig menselijke bronnen. Dus het structureel is het grootste plaatje. Larindo Kloof, kinderarts in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP, zegt dat er naar het daadwerkelijk probleem van huiselijk geweld bij kinderen gekeken moet worden. Suriname heeft zich aangesloten bij het verdrag inzake de rechten van het kind, welke zich ook richt op het doen van onderzoekingen met betrekking tot de huiselijk geweldsituaties. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan een kwart van de kinderen slachtoffer zijn van een vorm van huiselijk geweld. Als je een kind slaat, sla je een generatie, zegt Kloof. Dus die waaromvraag is voor artsen, advocaten, geestelijke leiders, DNA-leden, is dat heel belangrijk. Anders gaan dingen gewoon door van generatie op generatie op generatie. Dus de eerste is stoppen, tweede is die waaromvraag en de derde is, nou, wat gaan we doen? En ik hoop met u te gaan graaien in die bak met banden of informatie over kinderen en hoe dingen plaatsvinden, zodat we samen kunnen kijken hoe we verder moeten. Het congres werd afgesloten met het presenteren van de onderzoeksresultaten aan het ministerie van Justitie en Politie.